maar heel erg. We zijn naar het artsbootje geweest. Het is vandaag de woensdag. Het is nu 7:30 ongeveer. En we hebben net als eerste nachtje gehad op de Malediven. Een echt super lekkere kamer. En we hebben echt lekker geslapen. En we gaan nu lekker naar de kamer. We gaan even het eiland verkennen. Het is echt super leuk, want overal zijn gewoon zandwegen. Geen auto's. Het is echt heel schattig eigenlijk. Ja. Ja jongens, je mag niet overal in bikini. Echt wel een beetje raar, maar goed. Heb je je bikini wel meegenomen? Nee, jij? Ja, nee. Geen bikini? Nee. Nee. Nou, Missy gaat ervoor, ze gaat snorkelen. GoPro'tje mee. We hebben echt wel heel veel in de planning.
Ga je hier eten? Bani, het ziet er wel gezellig uit. Ja, mooi. De mensen zien allemaal de Het is zo positief. Maar we hebben vandaag bijna geen zon gehad. We veel nou ja, het ging gewoon echt knetterhard. Ik heb me zo goed ingesmeerd. Ja. Maar ik ben echt, nou ik sta er dichtbij, ik ben echt heel erg verbrand. Helemaal rood. Dus, helemaal rood. Tip voor de Malediven, als je snel verbrandt, smeer je mega goed in. Ja. Ga gewoon in de schouder liggen. Ja, ik heb nu 3 weken Sri Lanka gehad. Ik ben eigenlijk amper verbrand. En echt letterlijk, het was hartstikke wolf vandaag. Het was echt een wolf. Niet best. Nee, het gaat echt heel hard, blijkbaar. Ja, ja nee. Yo, morgen nog een beetje opletten. Maar wel ja, en ik denk, wat, hè? Het is vooral inderdaad ook denk ik de wind die het hem doet. Want ja. Het waait gewoon echt heel hard. Dus ja. Je hebt totaal niet door dat je aan het verbranden bent. Ja, nou, het ging heel snel, ja. Maar het was een leuke dag. Lekker ontbijt in het hotel, ja. Prima locatie, echt hier vlak voor zijn Bikini Beach. Ja, nou, lekkere straat gelopen een beetje. We hebben een toertje geboekt vanmorgen. Ja, wat gaan we doen? We gaan met Hyatt. Wow, spannend, ik vind het wel heel spannend. Ja, ik vind het ook echt heel leuk. Ik vind het wel heel leuk. Ja, met Manta Rogge ook. Ja. Meer Sting Race. Ja. En we gaan naar zo'n zandbank en dan krijgen we lekker lunch volgens mij. Ja. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Oh, en de fijne spotten, ja. Dat gaan we ook doen. Ja, en nou, voor zo'n toertje, wat je dan, nou, zullen jullie morgen wel zien, betalen we per persoon $50 voor, hè? Ja. We hebben nu volgens mij €96 voor ja, twee. Ja, dus dat ja. Valt eigenlijk mee. En dan ga je. Dus morgen om 9 uur gaan we weg en we komen volgens mij 30:30 of zoiets. Ja, dus het is echt een volle dag tour. Inderdaad, en alles zit er ook gewoon bij in. Dus het lunch, drinken, ja. Alles. Ja, tot nu toe vallen de prijs best ik wel mee. Ik vind het heel erg meevallen. We hebben dus ook even gegeten vanavond. Nou, hoeveel waren we al kwijt? Voor €21 of zo? Ja, met 2 keer drinken en ook best wel gewoon veel avondeten. Ja, het is wel de kwaliteit van het eten is niet te vergelijken met Sri Lanka. Nee. Maar. Ik vind meer wat westerse dingen, maar wel gewoon prima. Wel ja. Ja.